Daar gaan we. Putje van 9 meter, 10, 11, maakt niet uit. Dat moet standaard een 2-put gaan worden. Je gevoel is dus belangrijk. Dus zorg dat je inspelroutine gebaseerd is op het ontwikkelen van gevoel. Zo'n inspeelroutine kan 5 minuutjes duren, 10 minuutjes duren. Die duurt net zo lang totdat jij het gevoel hebt leuke woordspraak dat die ballen bij de hol eindigen. Nou, de eerste opdracht zou zijn: put, hou die eindstand vast. Ik hou nou mijn eindstand vast net zolang dat die bal stil ligt. Die bal die kijk ik na om een, beeld te krijgen, om een beeld te krijgen wat past bij dit gevoel. Klinkt een beetje zweverig. Maar het onderbewustzijn gaat een koppeling maken. Dus slechts het vasthouden van die eindstand en het nakijken van die bal gaat zorgen dat je het gevoel ontwikkelt. En een heel mooi. Een mooie metafoor zou zijn als je hier drie tennisballen neerlegt en je gaat putten met een aantal tennisballen. Dat gaat niet in het begin. Maar na vijf minuten putten gaat het al heel veel beter. Nou, verklaar maar eens wat er is gebeurd. Dat onderbewustzijn gaat verbanden leggen en begrijpen wat het moet doen om die tennisbal te putten. En die fijnafstelling, die heb je nodig met die golfbal. Dus vandaar deze eerste oefening. Put, hou die eindstand vast, kijk naar wat er gebeurt en speel door. Vervolgens maken we het iets competitiever. Spelletjes spelen, competitie spelen zijn natuurlijk leuk. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik put mijn eerste bal voorbij de hol. Mijn tweede bal put ik voor de hol. En mijn laatste bal put ik in de hol, na de hol, hoe je het noemen wil. Daarbij is de opdracht om de minst goede bal uit te holen. En dat moet dan een tweeput gaan worden. Dus, mijn eerste bal, ik start hier op 9 meter. En deze bal moet de kans hebben. Oeh, die is hard. Hij heeft de kans. Rolt er ongeveer een meter door. Prima. Tweede bal moet te kort blijven. Dus ik focus op de hol. Daarna shift mijn aandacht terug naar een punt positie voor de hol. Die is heel goed. Die is namelijk te kort. En ligt toch op een makkelijk haalbare afstand. En de derde bal ga ik ervoor. De derde bal, focus op de hol. Ik sta klaar. Die wil ik erin hebben. Nou, die rolt er keurig naartoe, die rolt er keurig bij. Ik ben tevreden. Nu, als die ballen aan de voorwaarden voldaan hebben, want eentje er eentje ervoor en de laatste er zo kort mogelijk bij. De minst goede bal. Die moet ik gaan uitholen. Dus in dit geval betekent dat dat mijn bal, die de kans had gehad, mijn eerste put, die ligt er ruim, ruim een meter voorbij. Die moet ik uitholen. En als me dat lukt, dan heb ik één serie voltooid. En zo zou je foutloos vijf series moeten spelen. In een zone van, nou, laten we zeggen, zes tot en met twaalf meter. Als je dat hebt gedaan, heb je een heel leuk spel competitief gespeeld. Succesvol afgesloten en weet je dat je gevoel goed zit.